De uittreding van de stad Eeklo uit de Vize 2 Meetjeslandse balloonmeting. Ik geef daarvoor het woord aan Mark Windij. Mevrouw de voorzitter, waarde collega's. Af en toe duiken we in het verleden. En het verleden van de balloonmeting is al geruime tijd bezig, sinds 1985 of 86, als ik me goed herinner. We hebben vastgesteld bij de onderhandelingen met het oog op de balloonmeting voor einde juli van dit jaar, dat de stad Eeklo sinds 2004 eigenlijk vertegenwoordigd is als bestuurder in de Vize 2 Meetjeslandse balloonmeting. Wij stellen u voor vanavond om daarin uit te treden, trouwens in perfecte afspraak met de mensen van de Vize 2 balloonmeeting zelf, om daaruit te treden, omdat we dan uiteindelijk kunnen komen tot een zuivere situatie. Het is niet gemakkelijk voor iemand die daarin afgevaardigd is namens het stadsbestuur om en de belangen van het stadsbestuur daarin te verdedigen en tezelfde tijd als bestuurder op te treden voor de Vize 2. Men gaat er als het ware naartoe met twee petten. En ik denk dat het veel zuiverder is dat een schepen, en in casus was dit een schepen die aangeduid was, een schepen de stad vertegenwoordigt als stadsbestuur en niet binnen de Vize 2 zelf. Op die manier kunnen conflicten vermeden worden, kunnen verantwoordelijkheden die binnen de Vize 2 zouden moeten uitgeoefend worden door de Vize 2 zelf en niet door het stadsbestuur opgenomen worden. Dus voor een integere en een zuivere situatie denk ik dat het best is dat wij als stadsbestuur uit het bestuur van deze Vize 2 treden. Ik herhaal, dat is in perfecte overeenstemming met de mensen en ik van de Vize 2 balloonmeeting. En ik nodig u allen uit trouwens om op 27 en 28 juli massaal te komen naar de zoveelste, ik weet niet, het is nu de 35e of de 36e balloonmeeting van deze stad. Ik dank u. Zijn er vragen of opmerkingen rond? Peter en Koen? Peter, dan heb jij het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik vind het een uiterst positief signaal dat de transparantie hier mag primeren. Maar zeg me eens eventueel welke VZW's dat de stad Eeklo nog vertegenwoordigd zit. Volgens mij zijn er nog wel een paar. Is hier van overzicht te krijgen en zou het niet meer dan logisch zijn dat jullie daar voor de zomer ook volledig zouden uitstappen dan, om de lijn door te trekken? Ik denk dat we dat kunnen bekijken. Er is geen enkel probleem om een lijst op te maken van Vize 2's waar de stad in zit. Er zijn er hier al een paar gepasseerd, gelijk de kring en zo. Er zijn ook Vize 2's waar de stad in zit. Natuurlijk, hier gaat het over tegenstrijdige belangen. Maar laten we beginnen met de lijst op te maken. En dan kunnen we zien. Oké, is dat voldoende? Koen, je had ook een vraag? Ja, ik ben een beetje verwonderd van dit agendapunt. Omwille van het feit dat ik al jarenlang lid ben van de Raad van Bestuur van de balloonmeeting. En de echte reden zal misschien zijn dat men Koen Loete uit die Raad van Bestuur wil hebben. Want als dat een perfecte afspraak is, meneer Windij, dan had u mij moeten bellen. Want ik ben een van de 6 bestuurders van de VZW, Meetjeslandse balloonmeeting. Het verwondert mij ook een beetje dat gij uw kind vermoord. Want gij hebt in 1985 laten starten, samen met Imperial en samen met Gibral. Met meneer de Spiegelaire, Marcassou, Pieter Klaarhout en dergelijke meer. Ik moet de geschiedenis van 34 jaar geleden niet herinneren. U bent er zelf bij de Founding Fathers geweest. En ook collega Freddy de Buit is bestuurder van de stad. En het is niet zomaar omdat de stad zegt dat zij zullen uittreden op een VZW, dat dat volgens de VZW-wetgeving zomaar zou lukken. En ik snap ook niet goed dat men zegt, ja, dat verhoogt de transparantie. Waarom? Als men effectief deel is van de algemene vergadering of als men effectief deel is van een raad van bestuur, dan weet men perfect over wat de doelstellingen zijn van de VZW, wat het programma is, wat de financiële impact is. Men heeft ook zelfs stemrecht om over die begroting en over de rekening daarna te stemmen. Men heeft ook een revisor die ook die cijfers nakijkt en dergelijke meer. Dus ik begrijp niet dat men een traditie van 34 jaar zomaar achterover smijt. Behalve de reden natuurlijk dat je graag van Freddy de Buiten van mij zou vanaf zijn. Maar dat zal natuurlijk statutair niet zomaar gemakkelijk zijn. Omdat de statuten hebben ook gezegd wat daar de organieke samenstelling is, de verkiezing en hoe dat bestuurders functioneren. En in afwachting dat er een gesprek zou komen en dat u mij misschien kan overtuigen waarom dat u effectief zou willen uittreden, dan zouden we daar misschien wel iets voor te zeggen zijn. Het is ook bijzonder jammer, want
De Eeklose Ballonmeeting is de grootste, de beste en de belangrijkste van België. Men onderschat dat. Men denkt dat dat Sint-Niklaas is. Maar Sint-Niklaas is weliswaar de oudste, maar niet de grootste. En ook het impact die het heeft op de verschillende ballonteams en hun crew. En ook datgene wat het voor het toerisme en voor de uitstraling en de citymarketing van de stad heeft, dat is enorm. Dat is dus een van de belangrijkste activiteiten. En als men vandaag het ventiel uit de ballonmeeting wil halen en dat plat wil leggen, zoals men ook al deels met het Herbakkersfestival, met verminderde middelen en ook met wat meer belemmerende standpunten, dan gaat men zijn grootste organisaties van de stad hypothekeren. En dat is zeer betreurenswaardig. Die meeting is ook op Europees vlak de derde in Europa. Men heeft de meeting van Chambly, de Lotharingen-meeting, waar dat meer dan 240 ballonnen staan. Maar ook Warstein in Duitsland is een belangrijke meeting. Maar nadien volgt Bristol, Joure en andere meetings in Europa. En dan gaan we Ferrara in Italië. En dat gaat men zomaar overboord gooien. Het is ook heel jammer, omwille van het feit dat we ook een heel goede tripartite hebben. We hebben de freedom of speech, mevrouw de voorzitter. U mag niet afwijken van het onderwerp. En het onderwerp is de uittreding. Nee, dat was nu mijn volgende punt. Ja, kom daar dan op terug, alsjeblieft. Omdat we ook een perfecte tripartite hebben met de AVS, Oost-Vlaamse Televisie, die ook sinds 1989 volwaardig lid is van de Raad van Bestuur. Ook AVS is niet op de hoogte van de uitreding van de stad. Dus eigenlijk is het heel merkwaardig dat men initiatief neemt zonder niet eerst in dialoog te gaan, één, met de voltallige Raad van Bestuur en twee, te kijken naar de modaliteiten. En fundamenteel is het zeer onverstandig om uit te treden in een VZW, Meesterslandse Ballonmeeting, terwijl dat een van onze speerpuntactiviteiten en een van onze speerpuntpromotie is van de stad. Okay. En ook, men heeft gevraagd, mevrouw, ik heb de freedom of speech, je bent toch liberaal? Over het onderwerp. De liberale geloof toch nog in de freedom of speech, neem ik aan. Absoluut, maar voilà, over het onderwerp, zoals het reglement voorschrijft. Men heeft gevraagd, van, zijn er nog andere VZW's waar de stad even tegenwoordig is? Wel, we zitten in een jeugdhuis De Route, de VZW, Meetjesman, VZW, De Kring, VZW, N9, VZW, Jan van Strijdonk is als lid van de Raad van Bestuur, Toerisme Meetjesland, VZW, De Kringwinkel, VZW, Regionaal Landschap Meetjesland, VZW, Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, VZW, Sociaal Verhuurkantoor, VZW, Leerpunt, VZW, SOM, VZW. Dus de ene VZW, daar moeten we op uittreden in het kader van transparantie, wat ik absoluut niet begrijp, want dat is, als je deel bent en participeert, ben je toch absoluut op de eerste lijn om te zien hoe het werkt en kunt je bijsturen. En dan zeggen, de andere VZW's, daar gaan we dan wel bij blijven. En je hebt de rol er allemaal laten in benoemen in januari en februari. Dus men is daar toch zeer inconsequent in. Besluit, ongelukkige houding, twee, onoverlegd, drie, ik ben een vrije bestuurder, dus u gaat mij zomaar niet aan de kant kunnen zetten. En vier, denk ik, dan moet men eens hier in deze raad het fundamenteel debat over de participatie van de stad in de VZW's. En we hebben er een stuk of 15, dus we kunnen daar in de Haagse gemeenteraad dan ook over uitweiden. Oké, dank u. Mark? Mag ik eerst toch stellen dat het niet gaat over de ballonmeeting als dusdanig, hè? Wij hebben een perfecte overeenkomst met de organisatie van de balloonmeeting. En inderdaad, meneer Loete, ik ga mijn kind niet weggooien. We gaan proberen van het nog een grotere uitstraling te geven. Hè. Dat is één, dat is over de balloonmeeting zelf. Aan de andere kant, ik weet niet waar u het haalt, waar u in de Raad van Bestuur zit, maar volgens onze documenten heeft deze gemeenteraad in 2004 de beslissing genomen om te participeren in de VZW en werd mevrouw Van den Dries op dat ogenblik aangeduid als vertegenwoordiger van het stadsbestuur. Uw naam, of die van meneer De Puyt, in die statuten, die zijn we nergens tegengekomen, tenzij dat u daarin zit, ten private titel. Nee, we zijn daarin. Ten persoonlijke titel. We zijn aangeduid namens de stad, er zijn notulen van het Scheepcollege over. Ja. Maar zit niet aan de statuten is nooit gewijzigd geweest. Nee. Hoeft het niet in? Dat wil zeggen dat we de laatste 12 jaar niet rechtsgeldig zouden in de Raad van Bestuur samenzien. Dat we naar meneer Willen een keer moeten bellen, die de statuten en ook de toepassing en de organieke regelingen toch op de correcte VZW-wetgeving zal moeten doen. Ik ga nog eventjes de algemeen directeur laten tussenkomen daarover, want er is wel opzoekwerk rond gebeurd.
Dus inderdaad, dienst secretariaat heeft zowel in de notulen van het college als in gemeenteraadsbesluiten. En we zijn dus teruggegaan, zoals het ook staat, bij de opgeladen documenten. 1989 is het enige gemeenteraadsbesluit dat we daaromtrent gevonden hebben. En het andere is een, conform Belgisch Staatsblad, de statuten die we gevonden hebben, die zijn inderdaad nog dateren van 2004. En waar dan we de stad Eeklo terugvinden met vertegenwoordiging door Schepen van Driessen. En we hebben geen andere officiële documenten eigenlijk gevonden. Maar Schepen van Driessen zal wel geweten hebben wie dat op welk moment vergaderd heeft. Schepen de Puit, zitten hier ook ereschepen in het publiek. We hebben jarenlang de stad vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. Hè? Ja, mevrouw Van den Driessen zal nog even tussenkomen. En we hebben ook de begroting en de rekeningen goedgekeurd. We hebben ook het beleid mee bepaald. En we zijn effectief lid. Oké, okay. Ja, mevrouw Van den Driessen. Zinneke de... Ja. Nee. Ja. Ja? Excuseer, ja, in 2004 ben ik wel degelijk aangesteld als lid van de Raad van Bestuur voor de stad Eeklo in de VZ2 ballonmeeting. 2006, bij de wissel naar 2007, bent u dan als verantwoordelijke schepen van evenementen, bent u dan als burgemeester ook aangesteld. Allee, hebt u de vraag gesteld aan de VZW ballonmeeting om samen met Freddy daarin te zetelen. En blijkbaar, ik heb dat nagevraagd, ook bij de mensen van de ballonmeeting, want ik verstond het ook niet. Ik dacht dat ik daar niet meer in zat en er is geen enkel papier. Maar officieel, waar dan jullie namen op terug te vinden zijn. En blijkbaar staat mijn naam er nog altijd op. Tot mijn verwondering toe. Want ik was ook van de overtuiging, ik had het ook gezegd in het college, ik was zeker van de overtuiging dat Freddy en u de vertegenwoordigers waren. Maar blijkbaar, zegt meneer Willen nu ook, ja, is het ook niet aangepast geweest. Vandaar dat het, ja, hier nu... Oké, okay. Dan zal de Raad van Bestuur van de VZ2 zich daar toch eens moeten over buigen. In elk geval gaan we met de stad Eeklo uittreden. Dan zijn... Ja. Wenst er nog iemand tussen te komen? Nee? Oké, okay, dan gaan we nu... Gaat u nog tussenkomen? Ja? Oké. Okay. Tweede ronde. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Well, ik versta dat niet... Ik zeg van, de transparantie is er toch op het moment dat men echt participeert. Zoals men ook lidmaatschappen heeft van bepaalde collega's die in raden van bestuur en algemene vergaderingen zitten. Het is toch beter dat stad aanwezig is, dat ze niet aanwezig zijn. Ja, maar aanwezig zijn is één ding, maar tegenstrijdige belangen hebben is nog wel iets anders. En welke tegenstrijdige belangen kunnen dat dan zijn? Nu wint hij, leg mij dan een keer uit. Ik snap dat niet. Maar je hebt ook lange tijd in die organisatie gezeten. Ze hebben nu ook flink gesteund in de tijden. Ja, maar dat ook tegenstrijdige belangen dan? Ja, op het moment dat ze u gesponsord hebben in uw campagne. Was dat ook een tegenstrijdig belang? Meneer Windij mag nog antwoorden. Ja? Ik heb er nog documentatie van, hè, meneer Windij. Maar jij misschien niet meer de factuur. Meneer Loete. Allee, sorry. Ja, we kunnen dat ook altijd een keer nalaten vragen. Hè. Maar goed, als je beschuldigd, meneer Loet, ik heb altijd geleerd, ook in mijn andere leven, dat je dan met documenten moet voor de dag komen. En ik zou dat ook graag hebben, dat je dat doet. Ik ga een voorbeeld geven om de tegenstrijdigheid. Als de ballonmeeting vandaag of morgen naar het stadsbestuur gaat en zegt, kijk, ons budget is niet toereikend om die ballonmeeting op een ordentelijke manier te organiseren. Wij vragen u een supplementair bedrag van, ik zeg niet maar iets, van 5.000 of 10.000 euro. Dan zit die persoon die namens het stadsbestuur in de VZW zit in een zeer moeilijke situatie. Want aan de ene kant is hij bestuurder van de stad en aan de andere kant is hij bestuurder van de VZW. Dus die zit daar niet op zijn gemak. Het is precies om deze transparantie en deze tegenstrijdigheden te vermijden dat het veel zuiverder is. En ik herhaal, in overleg met de mensen van het bestuur van de VZ2 ballonmeeting, dat we die transparantie hier willen geven. En we gaan dat doen in de toekomst ook voor alle dossiers. Oké, dank u. Dan gaan we nu over tot de stemming. De stemming is open. Dus we stemmen over de uittreding. Oké, iedereen heeft gestemd. Ja, 14 ja, 6 onthoudingen en 6 nee. Dank u.